jongens, leuk jullie kijken naar mijn eerste tartvideo. Vandaag gaan we tarten. Dat ga ik alleen maar doen op mijn kanaal. Het is heel erg ingezoomd omdat ik film vanaf mijn kledingkast. Dat heb ik open gedaan en dan kan je heel goed het bord zien. Dus vind ik heel dat. En ik ben gewoon in mijn eentje. We gaan gewoon scoren training doen. En dan gaan we kijken hoeveel we krijgen. Ja. Ben vooral. Oké, deze was niet zo goed, maar ik ben ben vooral aan het trainen op de 20s. Maar vooral op de triple 20s. En de dubbel 17 en de dubbel 18, triple 19. Maar vooral triple 20. Dat is natuurlijk het hoogste. Hierna komt er ook nog een video van al mijn dartaccessoires en al mijn dartpijlen en zo. Alles waar ik dart. Het zit allemaal namelijk in één doos. Ja, die dappen moest ik nog even goed stellen. Dus daarom duurt het een beetje lang. Dus niet in de triple 24. Trouwens, dat kunnen we ook straks nog wel. Oh, ik zie het jullie niet het hele bord zien. Nou, zo zien jullie het denk ik wel. Wat moet bijna. We gaan ook een video maken dat we eigen pouch gaan maken. Want ik krijg eigen flesje, dan ga ik uitleggen hoe ik dat moet doen. Dit hier is. Oh, het is een half boel. Ik had ook een toernooitje aan met vrienden, ga ik darten. Hier, om een beker. Het is trouwens wel een echte beker. En. Maar die gasten hebben denk ik nog nooit gedart. Ja, alleen bij mij dan, maar. Dan gaan we daar een toernooitje mee doen, gewoon voor de gang. En daar komt ook nog een video van online. Dit is trouwens wel lekker. Als ik gewoon al 23 heb, daar vind ik het wel lekker, want dat wil ik. Daar ben ik op aan het trainen. Dat is sowieso elke pijl die ik gooi. Dit is trouwens triple 20 en een half boel. 60, 70, 80, 90. Het hoogste video, het hoogste in deze video is tot nu toe 90. En ik hoop een keer mee te mogen doen aan het toernooi. Kan ik darten? Wat is. Nee. Dat is gewoon. Hetgeen waar ik, wat ik wil maken: gewoon toernooi spelen. Ja, ook al is het in de stad zelf, gewoon, ik vind het gewoon leuk om tegen anderen die ook een beetje, nee, niet dat ik al goed kan darten, maar tegen mensen die wel goed kunnen darten, een wedstrijd kunnen darten. Dat is mijn doel en daarvoor ben ik anderhalf uur per dag aan het trainen. En dan train ik ongeveer een uurtje op de triple 20 en de 20 en dan het laatste half uurtje maak ik een rondje van de dubbels. Even kijken wat ik het fijnste vind, want ik weet nog steeds niet wat ik de fijnste vind. En dit is mijn eerste video. Dus.